Heb je nog iets nodig? Voor een rustige zondagmiddag. Ik probeer om 7 uur thuis te zijn. Maar je hebt het nummer van Millie, hè? Zeg, ik ben nog niet seniel, hoor. Je hoeft maar heus niet alles voor te kouwen, omdat je een keer zondagdienst hebt. Gaat het? Dankjewel. Graag gedaan. Echt waar? Wat dacht jij dan? Je bent alles wat ik heb? Ik heb niet zoveel meer. Nou ja, mijn boeken, een beetje muziek. Dat ding daar. Maar ik klamp er nog aan vast. Dat is je geraai ook. Het enige wat hem soms dwars zit, is dat jij ervoor opdraait. Doe nou, vader. Lucy, je zou getrouwd moeten zijn. Kinderen. Niet weer, hè? Wat heb je nou aan mij? Akkermannen laten elkaar niet in de steek. Tot straks. We zijn op het dikke plein. Een soort braderie of zo. We kijken even. Hallo, merhaba. Merhaba. Nasılsın abi? İyi, İyisin değil mi? Ha, biz de idare edip gidiyoruz. Heeft u ook een standplaats vergunning? Bizim belediye ve poliste herkesin gibi bizim de var. Yani yaptırdık işlemleri. Ja, ja, ja. De gemeente vindt het goed. En de politie weet het. Vindt u lekker? Ja. Laat ze gaan, het helpt toch niks. 4-6 voor Kruislaan, assistentie gevraagd bij braderie. Oké, Mary, begrepen. Het is geen warme. Zij verstaan ons niet. Wij zijn niet anders. En u vraagt naar de beschrijvingen? Ja, dat zou wel handig zijn, meneer, want dan kunnen we ze tenminste identificeren. Ja, allemaal jongelui. Zij schreeuwen weg met de buitenlanders. Nederland is van ons. Zij gooien stinkbommen naar binnen en zij bekladden onze moskee. Dit is de imam van de Mevlana-moskee. Goedemiddag. Goedemiddag. Onze mensen, die durven niet hier te komen of naar huis te gaan. Wat kunt u doen? Misschien moet u maar even meekomen, dan kunt u met de inspectrice praten. Ja, dat lijkt me ook een goed idee. Ik schrik ze kennelijk allemaal af vandaag. Daar kun je toch niet eeuwig mee doorgaan? Dat weet ik niet. Het is mijn vader. Hij leeft op pijnstillers. Hij is helemaal alleen. Hij heeft alleen maar mij. En ik kan hem niet in een of ander tehuis stoppen. Wat kunnen ze daar trouwens doen? Kunnen ze alleen maar wachten tot hij doodgaat? Ja. Maar heb je hulp? Ik bedoel, wat als je niet bent in... Nou, een wijkverpleegster komt iedere dag en er is hulp voor 's middags. Ja. Soms kom ik thuis uit de nachtdienst en doe ik de deur open en dan denk ik, zou die er nog zijn? En als die er niet meer was? 1:13 komt hij uit voor de Kruislaan. Zeg het maar, Tom. We hebben een mevrouw die onwel is geworden in jullie buurt. Merve de Laan 39. Willen jullie even gaan kijken? En we hebben jullie wagen nodig bij de braderie voor arrestanten. Ik ga wel naar die dame, dat is hier vlakbij. Dan kan Teddy de wagen nemen. Oké, bedankt. Vrouw Smeer, kunt u nog een losgeloosd aan de gang? Ja, beurt. Kom maar.
als idioot. Kom op. We houden een oogje in het zeil. Dan zullen u misschien nog vragen om te kijken of u gezicht herkent. Dankjewel, mevrouw. Tot ziens. Kubus. Wil jij deze meneer even uitlaten? Dag. Dag, mevrouw. Oh, wat zo? Oh, waarom, waarom, waarom? Waarom laat ze zijn niet te doen? Kom op! Die ben jullie! Anders zal je zien hoe je met het cellentekort omgaat. Bob, ik wil dat je Mary zoveel mogelijk binnenhoudt. Het lijkt me niet goed voor haar. Dat heb ik geprobeerd, maar ze wil gewoon dienst doen. Mary? Geen beroep. Moment. 21. Ja, goed, Mary. Wie zijn deze mensen? Ze horen daarbij. Oh, wat vindt je moeder daarvan? Het was een verschil helemaal niet, mevrouwtje. We wilden alleen maar demonstreren. Waarvoor? Voor een schoner Nederland? Ja, de Turken moeten eruit. Ja, nou je mond maar, jongen. Mary, ik wil dat je zoveel mogelijk van de patrouilles gaat. Het is te riskant. Maar ik ben niet ziek of zo. Ik ben alleen maar zwanger. Hoe ver ben je nou? 5 maanden. Je ziet er nog bijna niks van. Maar het is er wel. En het is je eerste. En ook jij had vanmorgen een klap in je buik kunnen oplopen zoals Kubus. Ik kijk heus wel uit. Doe nou maar wat ik zeg. Komt u binnen? Het is mijn moeder. Heeft u de GG en GD gebeld? Tien-twaalf voor Kruislaan. Zeg het maar, Lucie. Ik ben in de Merwedelaan. Die mevrouw, die is overleden. Misschien moet je maar de GG en GD sturen. En een schouwarts. Doen we. En je vader heeft gebeld. Oh, dank je. Ik moet er eventjes een kwartiertje tussenuit. Is dat goed? Er komt zo een dokter. Morfine. Dat heb je toch? Ik kan het niet vinden. Wacht even. Je hebt dienst. Landgenoten, heeft u er ook genoeg van dat onze vrouwen en moeders niet meer veilig over straat kunnen? Wat is dat voor flauwekul? Van een van de jongens. De regering heeft altijd mooie praatjes, maar als het op actie aankomt, dan zijn onze ministers zo zacht als boter. Geef maar hier. De zonen van Oranje. Daar zal Hare Majesteit blij mee zijn. Goedemiddag. Ik begrijp dat u mijn zoon hier heeft. Robert Verhoog. Ja, meneer, die hebben we hier. Discriminatie, vernieling, mishandeling, verstoring van de openbare orde en blijkbaar is er ook nog een moskee beklad. Dat zou Robert nooit doen.
Mijn zoon is hier alleen maar opgebracht omdat hij gebruik heeft gemaakt van zijn democratisch recht om te demonstreren. Nou, als de officier er ook zo over denkt, dan is er geen vuiltje aan de lucht. Ik zou mijn zoon graag even willen spreken. Oh. Gaat u daar maar even zitten. Ik heb er de lunch gebracht om een uur of één. Een beetje gekookt vlees. Ze kan niet veel hebben. De dokter hield haar op een dieet. Allemaal van dat flauwe spul. Ik had hetzelfde. Ik kan moeilijk een biefstuk gaan zitten eten, terwijl zij... Ik denk dat we om 1:30 klaar waren. Toen ben ik hier gaan zitten. En ik heb de krant gelezen. Om 1:30 ben ik weer naar haar toe gegaan. Om te vragen of ze nog thee wou. Toen was ze er niet meer. Ik ben eruit gegaan. Ik ben gaan lopen. Naar het politiebureau. En toen ben ik weer teruggekomen. Het was dus 3:00. Nou, het is een natuurlijke dood. Ik zal even het formulier invullen. Haar zoon heeft daarom 3:00 gevonden. Nou, dat kan wel kloppen, ja. Was er iets ongewoons of zo? Ja, ik weet het niet. Was de huisarts toch voldoende geweest en de bagageonderneming? Goed, ik hoor wel als dat verandert. Oké. 10:12, kom uit voor de kruislaan. Zeg het maar, Tom. Lucy, hoe snel kan jij terug zijn? We hebben hier onze handen vol. Ik ben zowat klaar, denk ik. Oké, bedankt. Is het dus officieel? Dat staat er dus. Dat ze dood is. Zal ik een buurman vragen of hij bij u blijft, meneer Klomp? Moet ik dan niet met u mee? Nee, waarom? Ik heb haar toch vermoord? Ja. Ik denk dat we dat bijzondere prijs zouden stellen. Er zijn nog een paar haken en ogen. En we zitten op het resultaat van die sectie te wachten. Ja, bedankt. Dag Hans. Hij doet wat hij kan, maar het is zondag. Zolang we dat resultaat niet hebben, weten we niet of het om een fantasie van een nabestaande gaat of om moord. Ik zou het eerder euthanasie willen noemen. Ja? Of hulp bij zelfdoding? Dat hebben we niet in ons strafrecht. Als het zoiets is, draait het uit op moord met voorbedachte raden. Misschien was die man alleen overspannen. Dat hebben we toch wel eerder gezien. Ze halen zich van alles in het hoofd. Voor mij wil je even. Blijf jij maar even bij hem. Okay. Goedemiddag. Goedemiddag. Het is niet zo'n goede middag. Nee. Wat zei hij precies? Dat hij haar vermoord heeft. Ik heb haar toch vermoord. En daarna wou hij niks meer zeggen, dus toen heb ik hem maar meegenomen. Ze beginnen zo aan de sectie. En we krijgen vandaag nog een resultaat. Mooi, dank je wel. Zag je iets verdachts aan die dode mevrouw? Nee, eigenlijk niet. Ze zag eruit alsof ze in haar slaap gestorven was. En dat vond die dokter ook. Maar je hebt er een politiezaak van gemaakt. En dat was nog voordat die man zei dat hij haar vermoord had. Waarom? Ja, ik weet het niet. Er was iets raars aan hem. En hij was op het bureau geweest en weer naar huis gegaan. Klopt, ik heb hem gezien. Misschien moeten we recherche erbij halen.
Aan de andere kant kunnen we evengoed alvast een verklaring van hem opnemen volgens het boekje. Ga stap voor stap met hem door de hele dag en kijk of zijn verhaal een beetje steek houdt. Hm? Als de sectie iets oplevert, zien we wel weer verder. Ik hou Brandsma wel op de hoogte. Marius, haal Robert Verhoog er even uit. Hij wordt zo gebracht, meneer. Agent. Mijn zoon is een keurige jongeman. Hij had er gewoon genoeg van om toe te moeten zien dat de politie niet behoorlijk kan optreden. Omdat ze bang zijn de etnische minderheden op de tenen te trappen. Hij is niet de enige. Misschien vinden wij etnische minderheden gewoon aardiger dan die eikels van Oranje Bogen. Hij had niets te maken met het geweld dat daar gebruikt werd. Hij was anders wel in het bezit van een verboden wapen. Dat moet een vergissing zijn. Dat moet de rechter dan maar uitmaken. Agent, mag ik u eens wat vragen? Zeker meneer, zolang het redelijk blijft. Gelooft u nou echt dat een multiraciale samenleving in ons land mogelijk is? Dat is zeker mogelijk, meneer. Als mensen hun kinderen behoorlijk opvoeden. Uw zoon, meneer. Hoe laat werd uw moeder vanmorgen wakker? Om 9:00. Haar slaappillen waren uitgewerkt. Ze werd wakker van de pijn. Wat waren dat voor tabletten? Morfine-tabletten. Elke avond neemt ze... Nam ze 2 tabletten. Nam. En hoe laat begon u de lunch klaar te maken? Om 12:00. Ik heb met haar de krant zitten lezen. Na de koffie. Zij mocht geen koffie hebben. Heeft u geen broers of zusters? Nee, ik ben enig kind. Dat was zij ook. Heeft uw moeder een testament gemaakt? Dat was niet nodig. Dus u erft het huis? Maar dat is niet de reden waarom ik... U lunchte met haar om 1:00? Wacht even. We hebben erover gepraat. Al een hele tijd geleden. En we hadden er een lang gesprek over en ze was volkomen helder. Wanneer? Ze liet me beloven dat ik het zou doen als het niet langer ging. Dus het was aan u om te beslissen wanneer dat zou zijn? Ja. Hoe heeft u dat gedaan, meneer Klomp? Of zou u het niet doen dan? Als u in mijn plaats was? Hoe heeft u het gedaan? Ik heb 20 van die pillen in haar warme melk gedaan. Dat was meer dan genoeg. Ik heb gedaan wat ze wilde. Het ging niet om de tijd. Dat was het niet. Ze heeft me niet van mijn vrijheid beroofd of van mijn mooie jaren. Ik ging toch zo wat nooit uit. Toen ze de eerste keer ziek werd, toen ben ik voor een paar weken bij haar komen wonen. Ik had een flatje in het centrum. En toen we hoorden wat het was, toen ben ik bij haar naar huis gekomen. Dat hoefde ze me niet eens te vragen. Ze waren heel soepel op mijn werk. Ik maakte er een keer een grapje over. Een grapje over haar slaappillen. En toen al was het niet erg grappig. En een week geleden toen ze zei alleen maar, weet je nog, toen we zaten te lachen om die slaappillen. Ze wilde niet weten wanneer. Dus hebben we het er nooit over gehad. Denkt u dat het verkeerd is wat ik gedaan heb? Ik heb er lang over nagedacht. Ik
denk wel dat ik wist dat... Natuurlijk wist ik dat. Het was verkeerd. Omdat ik het net zo goed voor mezelf deed als voor haar. Om haar niet meer te hoeven zien. Of te hoeven horen. Maar ik zag haar veranderen. Ze werd steeds kleiner. Ah, u kunt dat nooit begrijpen. Wilt u dit even lezen, meneer Klom? Ik was opgelucht, begrijpt u? Ik was blij. Ik was echt blij. Heeft u die verklaring gelezen, meneer Klomp? U kunt niet weten hoe dat is. Dat kunt u gewoon niet weten. Dat huilen en die pijn. En het was gewoon mijn moeder niet meer. Dat was gewoon... Het was gewoon iets dat je uit zijn lijden wilde helpen. Wilt u die verklaring even tekenen, meneer Klomp? Hier een paraaf en daar uw handtekening. Marius, kan je even iemand naar boven sturen voorbij meneer Klomp? Ah, Lucie, daar ben je. We hebben de eerste uitslag van de sectie. Ze zat vol morfine. Oh. Het lijkt me wel afdoende. Tot morgen. Morgen. Zie je. Hij had toch met zijn huisarts kunnen praten? Hangt er vanaf wie dat is. Er zijn genoeg andere instanties. Voor euthanasie? Ja. Wie is er nou bij hem? Teddy Egbert, maar die wil ook naar huis. Gaan we hem vasthouden? Die zal heus niet weglopen. Met de officier overleggen is mij net een beetje te veel. Tuurlijk. Doe ik. Lucie, wacht even op me. Pakken we samen een borrel. Nee, dank je, Bob. Mijn vader... voor Kruislaan. Zeg het maar, Lucie. Ik ben in de Merwedelaan. Die mevrouw, die is overleden. Misschien moet je maar de GG en GD sturen. En een schouwarts. Doen we. En je vader heeft gebeld. Oh, dank je. Ik moet er eventjes een kwartiertje tussenuit. Is dat goed? Er komt zo een dokter. Morfine. Dat heb je toch? Ik kan het niet vinden.
Wacht even. Je hebt dienst. Landgenoten, heeft u er ook genoeg van dat onze vrouwen en moeders niet meer veilig over straat kunnen? Wat is dat voor flauwekul? Van een van de jongens. De regering heeft altijd mooie praatjes, maar als het op actie aankomt, dan zijn onze ministers zo zacht als boter. Geef maar hier. De zone van Oranje. Daar zal Hare Majesteit blij mee zijn. Goedemiddag. Ik begrijp dat u mijn zoon hier heeft. Robert Verhoog. Ja, meneer, die hebben we hier. Discriminatie, vernieling, mishandeling, verstoring van de openbare orde en blijkbaar is er ook nog een moskee beklad. Dat zou Robert nooit doen. Nee. Mijn zoon is hier alleen maar opgebracht omdat hij gebruik heeft gemaakt van zijn democratisch recht om te demonstreren. Nou, als de officier er ook zo over denkt, dan is er geen vuiltje aan de lucht. Ik zou mijn zoon graag even willen spreken. Oh. Gaat u daar maar even zitten. Ik heb er de lunch gebracht om. Om een uur of één. Een beetje gekookt vlees. Ze kan niet veel hebben. De dokter hield haar op een dieet. Landgenoten, heeft u er ook genoeg van dat onze vrouwen en moeders niet meer veilig over straat kunnen? Wat is dat voor flauwekul? Van een van de jongens. De regering heeft altijd mooie praatjes, maar als het op actie aankomt, dan zijn onze ministers zo zacht als boter. Geef maar hier. De zone van Oranje. Daar zal Hare Majesteit blij mee zijn. Goedemiddag. Ik begrijp dat u mijn zoon hier heeft. Robert Verhoog. Ja, meneer, die hebben we hier. Discriminatie, vernieling, mishandeling, verstoring van de openbare orde en blijkbaar is er ook nog een moskee beklad. Dat zou Robert nooit doen. Nee. Mijn zoon is hier alleen maar opgebracht omdat hij gebruik heeft gemaakt van zijn democratisch recht om te demonstreren. Nou, als de officier er ook zo over denkt, dan is er geen vuiltje aan de lucht. Ik zou mijn zoon graag even willen spreken. Oh. Gaat u daar maar even zitten. Ik heb er de lunch gebracht om een uur of één. Een beetje gekookt vlees. Ze kan niet veel hebben. De dokter hield haar op een dieet. Allemaal van dat flauwe spul. Ik had hetzelfde. Ik kan moeilijk een biefstuk gaan zitten eten, terwijl zij... Ik denk dat we om 1:30 klaar waren. Toen ben ik hier gaan zitten. En ik heb de krant gelezen. Om 1:00 of 3:00 ben ik weer naar haar toe gegaan. Om te vragen of ze nog thee wou. Toen was ze er niet meer. Ik ben eruit gegaan. Ik ben gaan lopen. Naar het politiebureau. En toen ben ik weer teruggekomen. Het was dus 3:00. Nou, het is een natuurlijke dood. Ik zal even het formulier invullen.
Haar zoon heeft haar om 3 uur gevonden. Nou, dat kan wel kloppen, ja. Was er iets ongewoons of zo? Ja, ik weet het niet. Was de huisarts toch voldoende geweest en de begraafsonderneming? Wilt u die verklaring even tekenen, meneer Klomp? Hier een paraaf en daar uw handtekening. Marius, kan je even iemand naar boven sturen voorbij meneer Klomp? Ah, Lucy, daar ben je. We hebben de eerste uitslag van de sectie. Ze zat vol morfine. Oh. Het lijkt me wel afdoende. Tot morgen. Morgen. Zie je. Hij had toch met zijn huisarts kunnen praten? Hangt er vanaf wie dat is. Er zijn genoeg andere instanties. Voor euthanasie? Ja. Wie is er nou bij hem? Teddy Egbers, maar die wil ook naar huis. Gaan we hem vasthouden? Die zal heus niet weglopen. Met de officier overleggen is mij net een beetje te veel. Tuurlijk. Doe ik. Lucy, wacht even op me. Pakken we samen een borrel. Nee, dank je, Bob. Mijn vader... Maar Tom. We hebben een mevrouw die onwel is geworden in jullie buurt. Merve de Laan 39. Willen jullie even gaan kijken? En we hebben jullie wagen nodig bij de braderie voor arrestanten. Ik ga wel naar die dame, dat is hier vlakbij. Dan kan Teddy de wagen nemen. Oké, bedankt. Ja, beurt. Kom maar. Kom op. We houden een oogje in het zeil. Dan zullen u misschien nog vragen om te kijken of u gezicht herkent. Dankjewel, mevrouw. Tot ziens. Kubus. Wil jij deze meneer even uitlaten? Dag. Dag, mevrouw. Oh, hoja. Oh, waarom daarom? Wat wel het zijn niet te doen. Kom op! Dimmen jullie! Anders zal je zien hoe we hier met hetzelfde tekort omgaan. Bob, ik wil dat je Mary zoveel mogelijk binnenhoudt. Dit lijkt me niet goed voor haar. Dat heb ik geprobeerd, maar ze wil gewoon dienst doen. Mary? Geen beroep. Beroep te taken. Moment. 21 dagen. Wil jij het even helpen? Ja, goed, Mary. Wie zijn deze mensen? Ze horen daarbij. Oh, wat vindt je moeder daarvan?
was een verschil helemaal niet, mevrouwtje. We wilden alleen maar demonstreren. Waarvoor? Voor een schoner Nederland? Ja, de Turken moeten eruit. Ja, nou je mond maar, jongen. Meri, ik wil dat je zoveel mogelijk van de patrouilles gaat. Het is te riskant. Maar ik ben niet ziek of zo. Ik ben alleen maar zwanger. Hoe ver ben je nou? 5 maanden. Je ziet er nog bijna niks van. Maar het is er wel. En het is je eerste. En ook jij had vanmorgen een klap in je buik kunnen oplopen zoals Gurbus. Ik kijk heus wel uit. Doe nou maar wat ik zeg. Komt u binnen. Gerij ook. Het enige wat hem soms dwars zit, is dat jij ervoor opdraait. Doe nou, vader. Lucy, je zou getrouwd moeten zijn. Kinderen. Niet weer, hè? Wat heb je nou aan mij? Akkermannen laten elkaar niet in de steek. Tot straks. We zijn op het dikke plein. Een soort braderie of zo. We kijken even. Hallo, merhaba. Nasıl abi? İyisin değil mi? Biz de idare edip gidiyoruz. Heeft u ook een standplaats vergunning? Bizim belediye ve poliste herkesinki gibi bizim de var. Yani yaptırdık işlemleri. Ja, ja. De gemeente vindt het goed. De politie weet het. Vindt u lekker? Ja. Laat ze gaan, het helpt toch niks. Die sessie voor Kruislaan, assistentie gevraagd bij braderie. Oké, Mary, begrepen. Verdomme, net als het ziekenhuis. Is hij warm? Ja, warm. Zij verstaan ons niet. Wij zijn niet anders. En u vraagt naar de beschrijvingen? Ja, dat zou wel handig zijn, meneer, want dan kunnen we ze tenminste identificeren. Ja, allemaal jongelui. Zij schreeuwen weg met de buitenlanders. Nederland is van ons. Zij gooien stinkbommen naar binnen. En zij bekladden onze moskee. Dit is de imam van de Mevlana moskee. Goedemiddag. Goedemiddag. Onze mensen, die durven niet hier te komen of naar huis te gaan. Wat kunt u doen? Misschien moet u maar even meekomen, dan kunt u met de inspectrice praten. Ja, dat lijkt me ook een goed idee. Ik schrik ze kennelijk allemaal af vandaag. Daar kun je toch niet eeuwig mee doorgaan? Dat weet ik niet. Het is mijn vader. Hij leeft op pijnstillers. Hij is helemaal alleen. Hij heeft alleen maar mij. En ik kan hem niet in een of ander tehuis stoppen. Wat kunnen ze dan? Het enige wat hem soms dwars zit, is dat jij ervoor opdraait. Doe nou, vader. Lucy, je zou getrouwd moeten zijn. Kinderen. Niet weer, hè? Wat heb je nou aan mij? Akkermannen laten elkaar niet in de steek. Tot straks. We zijn op het dikke plein. Een soort braderie of zo. We kijken even.
Merhaba. Nasılsın abi? İyisin değil mi? Ha, biz de idare edip gidiyoruz. Heeft u ook een standplaatsvergunning? Bizim belediye ve poliste herkesinki gibi bizim de var. Yani yaptırdık işlemleri. Ja, ja. De gemeente vindt het goed. De politie weet het. Vindt u lekker? Ja. Laat ze gaan, het helpt toch niks. Die sessie voor Kruislaan, assistentie gevraagd bij braderie. Oké, Mary, begrepen. Het is geen warme. Ja, warme. Zij verstaan ons niet. Wij zijn niet anders. En u vraagt naar de beschrijvingen? Ja, dat zou wel handig zijn, meneer, want dan kunnen we ze tenminste identificeren. Ja, allemaal jongelui. Zij schreeuwen weg met de buitenlanders. Nederland is van ons. Zij gooien stinkbommen naar binnen en zij bekladden onze moskee. Dit is de imam van de Mevlana moskee. Goedemiddag. Goedemiddag. Onze mensen, die durven niet hier te komen of naar huis te gaan. Wat kunt u doen? Misschien moet u maar even meekomen, dan kunt u met de inspectrice praten. Ja, dat lijkt me ook een goed idee. Ik schrik ze kennelijk allemaal af vandaag. Daar kun je toch niet eeuwig mee doorgaan? Dat weet ik niet. Het is mijn vader. Hij leeft op pijnstillers. Hij is helemaal alleen. Hij heeft alleen maar mij. En ik kan hem niet in een of ander tehuis stoppen. Wat kunnen ze daar trouwens doen?